Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 30 augustus. Het grootste geschenk wat je kunt geven. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Lucas 6, vers 36. Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is. Het is het mooiste wat bestaat, en hoe meer ik erover denk, des te sprakelozer ben ik. Het geeft zegeningen die onverdiend zijn en onthoudt straf wanneer het verdiend is. Het is absoluut het grootste geschenk wat je aan iemand kan geven. Dit geschenk heet barmhartigheid. Kijk, Jezus kwam naar de aarde en gaf ons barmhartigheid. En wij kunnen leren om deze barmhartigheid door te geven aan anderen. Door het voorbeeld van Christus worden we geleerd om onze vijanden lief te hebben en voor hen te bidden. We worden geleerd om vriendelijk te zijn naar degenen die ons niet behandelen zoals we dat graag zouden zien gebeuren. We worden aangespoord om te geven en te zorgen voor de armen en hulpelozen die nooit in staat zullen zijn ons iets terug te geven. We kunnen ook geven aan mensen die ons in ruil daarvoor geschenken zullen geven. Maar we worden meer gezegend als we ervoor kiezen aan diegenen te geven die ons niets kunnen teruggeven. Dat is barmhartig zijn. Het grootste geschenk dat jij God kan geven is meer zoals Jezus te worden. Je kunt dit doen door met anderen om te gaan zoals Hij met jou omgaat. Geef diegene om je heen het grootste geschenk wat ze ooit van jou kunnen ontvangen. Barmhartigheid. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, ik dank U voor de barmhartigheid die U mij dagelijks onbaatzuchtig geeft. Ik kies er nu voor om die barmhartigheid aan anderen door te geven. Bij elke kans die ik krijg, zal ik hen de barmhartigheid die U aan mij heeft gegeven, ook aan hen geven. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.